Deze 50 mensen hebben zich allemaal aangemeld voor mijn eigen grandioze spelshow waarin één van hen 1000 euro kan winnen. Het enige probleem is, ik weet helemaal niet hoe je een spelshow maakt. Eerlijk, E-E-R-L, lange eikaan. Dus daar gaan we. Mijn eerste spelshow ooit. Genaamd Calvijn's Random Afval Race. Die hopelijk leuk is om naar te kijken. Welkom. Aangezien deze mensen elkaar helemaal niet kennen, is het tijd voor een voorstelrondje. Ik ben vrachtwagenchauffeur en mama. En ik ben leerkracht op de basisschool. Ik hou heel erg van voorlezen, dus vandaag dit voorlezen. Dag Eva, leuk hier. Ik spaar platen, waaronder deze. Dit is mijn lievelings. Gerard Joling. Om te gieren. Nou, ik ben Marco. Prima, zeg maar. Ik heb in Afghanistan gediend. Ik heb de bel mee omdat ik improvisatietheater doe. Ik ben Rick van Engelenburg. En ik heb kipfilet meegenomen. Ja, dat is mijn baan. Ik ben kwaliteitsmedewerker. Ik heb mijn maalschoenen meegenomen. En ik zou wel een stukje van het kipfilet willen. Oh ja, deze knakker hier naast mij is mijn Mattie Pol. Hij telt alle stemmen en zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Alle 50 deelnemers hebben zich aan elkaar voorgesteld, dus lijkt het mij het perfecte moment om je stem uit te brengen op de persoon waarvan jij vindt dat hij de 1000 euro het minst verdient. Jullie krijgen 1 minuut. Gezellig! Oh, dat vind ik heel naar, dit. De sfeer slaat ook om, hè? Het was gezellig tot aan dit punt. De tijd is om. Op wie heb je gestemd? De Partij van de Armoed. Dat ga ik niet zeggen. Ja, ik vind het ook wel een beetje raar om te zeggen. Dat ga ik niet zeggen helaas, nee. Ik laat het niet over. De 25 mensen die naar huis mogen, staan nu op dit scherm. Ik vind het niet zo erg. Ik had random gekozen, maar je kent niet iedereen. 25 mensen zijn afgevallen, helaas. Het is hard. Het is zeer hard. Je weet weer op mij gestemd. Ik heb nog nooit gevochten, maar... Zo, er wordt gevochten. Ik dacht dat ik wel goed lag, want ik was met iedereen aan het babbelen. Maar blijkbaar was ik te aanwezig. Ik heb hier 25 prachtige petjes. Tot succes. Ja. Wij zijn team Vroom. Vroom moet je in die camera zitten. 3, 5. Wat hier gebeurt is precies waar ik al op hoopte. Ze denken allemaal dat ze team zijn. Maar wie heeft gezegd dat het teams zijn? Jullie mogen allemaal je petje even andersom op tafel leggen. Zo ja. In het midden staat een bak. In die bak leg ik straks 5 balletjes. Die pakken er allemaal 1. En je moet hem binnen 3 seconden in het petje leggen van de persoon die naar huis moet. In 3, 2, 1. Ja, oké, doei. Doei. Hey, ik heb niet eens een bak. Alle 4. Hey, ik heb niks kunnen pakken. Ik had wel verwacht dat ze allemaal mij gingen stemmen. Heel heftig. Mijn hart klopt echt heel erg. Wat? Oh. Ja. Dat was hem. Ja, het is een spel, dus we gaan weer door. Ah, die was jammer. Ik heb er 2, ze heeft er 3. Zoals je ziet, de petjesronde was 1 groot succes. Ja, ik het toen niet bedacht had, vond ik het sick, maar nu vind ik het ook een beetje zielig. Bij Expeditie Robinson krijgen de deelnemers op de helft altijd een tafel vol met vreten. Maar bij Calvijn's Random Afvalrace krijgen alle deelnemers... Lekker tompoesje, eet smakelijk. Hé, hey, zit er straks in de eentje gewoon iets? Kan iemand water brengen? Ho, ik hoor je denken, wat de fuck gebeurt hier? Nou, elke goede spelshow heeft een shock-element. Een mol, een addertje onder het gras. En vandaag is dat deze dame. Dit is Anne Fleur. En Anne Fleur is een actrice. Ik ga straks hyperventileren, een allergische aanval op een tompoes. Rust gaan. Ze denken allemaal, wat is... Die twee zijn wel de hulp. Deelnemers Anouk en Marco schoten meteen te hulp. En dat kan ze nog wel eens helpen in de volgende ronde. In de volgende ronde gaan ze namelijk stemmen op degene die ze het aardigst vinden. Oké, productie, jullie mogen helpen. Mag je rustig vragen wat is er? Zij moet uiteindelijk medicijnen thuis hebben, dus dan moet ze helaas vertrekken. Anne Fleur werd weggebracht en zo waren er nog maar 19 deelnemers over. Laten we het gezellig houden. Daarom ga ik jullie vragen om te stemmen op de persoon die jij tot nu toe het aardigst vindt. Jullie krijgen 1 minuut. Alle stemmen zijn... Om het wachten iets draaglijker te maken, ga ik jullie vertellen dat de dame die net een aanval kreeg een actrice is. En dat ze nu achter jullie komt binnenlopen. Oh,
Oh, ik ben gewoon blij dat ze oké is. Ja. Ja. Ik ben gewoon heel erg geschrokken. Ik dacht echt, wat, je gaat dood bijna. Het was of iets ventileren of het was iets met allergie. Ik ging vragen, kwam ze niet helemaal uit. En daar gingen we weer. Van de 19 deelnemers moesten de 5 die het minst aardig werden gevonden naar huis. En toen waren er nog maar 14. Namelijk deze 14 toppertjes. Weet je wat een goede spelshow ook heeft? Een emotionele onderlaag. Een beetje diepgang. Levensverhalen. En daarom heb ik de deelnemers gevraagd om te vertellen waar ze de 1000 euro voor gaan gebruiken. Bereid je voor. Ik woon bij mijn opa en oma en hebben mij geadopteerd met mijn broertje samen. Mijn moeder kan niet voor me zorgen. En ja, hun zijn al zo uit en hebben zoveel voor ons gedaan dat ik denk, ja, ik wil ook een keer voor hun. Dat hun even eindelijk een keer kunnen rusten. Nou, ik wil heel graag wat terug doen voor mijn moeder. Ze is er heel erg voor mij geweest toen ik het lastig had. Geld besteden aan mezelf. In de zin van dat ik de afgelopen maanden me heel erg heb leren kennen op een goede en ook soms op dingetjes dat ik denk, nou, dat kan beter. Mijn oma, 80, dementerend, die wil ik ook even op reis meenemen naar Frankrijk, naar Disney. Voor mij is dit gewoon weer een filmpje, maar voor deze mensen was het echt belangrijk. Om de kinderen te verrassen, komt dat omdat ik verpleegkundige ben en druk ben geweest met corona. Dus, wat wil ik? Ik wil ze graag een snowboarden leren en lekker op vakantie gaan met de boys. Wat ik eerder al aangaf, code 95, ik kreeg van meer mensen de vraag, wat houdt dat in? Dat is een bijschrijving op je rijbewijs, wat betekent dat je als beroep chauffeur mag rijden. Dus ik moet zelf mijn code 95 betalen, zodat ik weer de weg op kan. Het is voor de Ecumenische Keuterij in Odoorn, maar dat gaat een plek zijn waar iedereen kan komen die wat gezelschap nodig heeft, die een zeuntje in de rug kan gebruiken. En na nog veel meer mooie verhalen was iedereen aan de beurt geweest. Jullie krijgen 1 minuut om te stemmen op de persoon die volgens jou de beste reden had. Ik heb mijn opa en oma en hebben mij geadopteerd. Kinderen te verrassen. Oma, 80, dementerend. Ik ben geweest toen ik het lastig had. Oeh. Alle stemmen zijn binnen. Geweldig. Toch moeten er weer wat mensen afvallen. Alleen omdat ik iets zwaarder ben. En dat zijn er maar liefst 4. Ja, laten we tempo erin houden. Femke, Nicole, Eline en Fer die moesten gaan. Doei. Schattige diertjes doen het ook altijd goed in spelshows. Dus om jullie te belonen mogen jullie spelen met puppies. Oh! Jullie hebben heerlijk gespeeld met deze prachtige hondjes. Jullie moeten unaniem 1 hondje uitkiezen. Ik denk deze al groene. Welke hond hebben jullie gekozen? Groen. Groene bandje. Het groene hondje. Het is heel simpel. Ik ga straks Fred hier neerzetten. De persoon waar hij naartoe loopt is sowieso door naar de volgende ronde. En dat doen we een aantal keer. Fred, het is aan jou. Je weet wat ze zeggen. Honden spreken altijd de waarheid. En Fred was meedogenloos. Gefeliciteerd. Ja, nu is het wel. Ja, oké, gefeliciteerd. Ja, niet helpen. Ja. Er kan nog 1 iemand door naar de volgende ronde. Hi. Fred heeft 6 mensen gekozen en die 6 zijn door naar de volgende ronde. Geld winnen is leuk, maar dit is geen gewone spelshow. Dit is Calvijn's Random Afvalrace, die hopelijk leuk is om naar te kijken. Ik heb deze 6 verteld dat ze vanaf nu niks meer tegen elkaar mogen zeggen en niet elkaars telefoon mogen laten zien. Waarom? Nou, daar gaan ze nu achter komen. Ik heb nieuws voor jullie. Het enige wat jullie hoeven te doen is allemaal 1 naam in te voeren. Als in de uitslag geen 1 naam vaker dan 1 keer voorkomt, wordt het bedrag verdubbeld naar 2000 euro. Je mag niet op jezelf stemmen. Jullie hebben 1 minuut om je stem in te dienen. Veel succes. No. Het is tijd voor de uitslag. Rick, op jou is 1 keer gestemd. Gino, op jou is 1 keer gestemd. Malika, op jou is 1 keer gestemd. Anouk, op jou is ook 1 keer gestemd. Oké, nou, daar gaan we. Ik zal ze even uit de leden verlossen. Marjolein, op jou is 2 keer gestemd. Jammer. Hoe dan? Ik zag dat door. Ik had mijn stem al gedaan voordat jij dat ging doen. Oh. Jammer. Maar niet uit, joh. Kerkbeur.
Zoals ik al eerder zei, dit is mijn eerste spelshow. Dus heb ik misschien een ronde bedacht die veel te lang duurde en op beeld eigenlijk f***ing saai was om naar te kijken. Ja, dus doen we het even zo. Malika ligt eruit. Doei doei. En zo waren er nog 5 deelnemers over. Veteraan Marco, improvisatietheater Marjolein, slager Rick, langspeelplaat Gino en vrachtwagenchauffeur Anouk. We gaan een leuk spelletje spelen. Alle kandidaten moeten hun blikje Charlies leeggooien in de kokers. De 2 kokers waar aan het eind het minste Charlies in zit, moeten gaan. Ik geef 2 ietsjes meer. Mocht je dit nou zien en denken, poh, dat spul ziet er lekker uit, nou, dan kan ik me heel goed voorstellen. Ik kan Charlies gewoon halen voor 99 cent bij Albert Heijn. Ook bij veel Jumbo's. Bij allemaal van die biologische supermarkten is het ook te krijgen. Ik hoop dat jullie niet boos zijn op een keuze. Volgende. Elke deelnemer gooide zijn blikje leeg in de kokers. In de korte tijd dat ze elkaar kennen hadden ze al bondjes gesmeed, besloten wie ze zouden helpen. Die gieten er flink in. En dus ook wie ze zouden laten stikken. Dat was een makkelijke keuze. Vrienden, vijanden, favorieten. Ze gaan vol voor Marco. En zwarte schapen. Wajo. Ah, nu wordt het interessant. Net een echte spelshow, boys. Rick gaf de genadeklap. En daardoor moesten Anouk en Gino naar huis. Ik ben met heel veel leuke nieuwe contacten ga ik weer weg. Dus ik ga al heel veel rijker weg als dat ik kwam. Ik vind het jammer, maar ik vind het wel echt wel terecht voor hem. Want ik vind het echt wel leuk dat ze het hebben gehaald. Maar ja, niet iedereen kan winnen. De laatste 3. Marco, Marjolein en Rick. Er is 1 iemand die kan geld verdienen. En die gaat ook niet naar de finale. €500. En dat is voor de persoon die als eerste de €500 aanraakt. Ik ga het doen. Ja, heb tenminste iets. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik pak die €500 maar, want het is een kans straks 1 op 250%. En toen waren er nog 2. En die 2 moeten er natuurlijk uitvechten in een bloedstollende finale. Marco. Kom fijn. Hoe gaat het ermee? Ja, het begint nu toch wel iets zenuwachtiger te worden. En bij jou? Ah, ik heb de hele dag al pieken en dalen. Marco en Marjolein hebben beide 2 kaarten voor zich liggen. Op de ene kaart staat split en op de andere staat steel. Jullie krijgen straks een minuut de tijd om samen te overleggen welke kaart je kiest. Er zijn 3 opties. Jullie allebei split kiezen, splitten jullie het bedrag. En gaan jullie dus allebei met de helft naar huis. Als 1 van jullie split kiest en de ander kiest steel, gaat degene met steel naar huis met de €1000. Of ze kiezen beide steel. Als dat gebeurt, gaan ze beide met lege handen naar huis. Overleg, jullie hebben 1 minuut. Ja, nee. Ik heb gewoon een code. Ik heb altijd al gezegd, als ik tot Robinson zit te kijken en ik zie hoe mensen worden belazerd op de achtergrond, dan word ik er al misgekomen. Dan ben ik er al klaar mee. Dus voor mij, 1000% ga ik splitten. Same. Alright. En ja, daar heb ik echt niet meer een seconde voor nodig. Nee, ik vertrouw je volledig. Ja. Oké, dan mogen jullie nu je keuze maken, nog niet laten zien aan elkaar. Jullie mogen het laten zien in 3, 2, 1. Ja! Ja! Ik vertrouw niet, hè.